Jij hebt een hoop geld. Ja. Jij hebt niks en jullie hebben een beetje. Ja. Dat is nogal oneerlijk. Zeker. Moet de boel wat gelijker verdeeld worden? Ja. Ik vind Ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Ik denk dat het gewoon het eerlijkste is als we gewoon weer gewoon al het geld bij elkaar leggen en gewoon weer eerlijk verdelen. Gewoon iedereen zijn eigen deel. Gewoon iedereen zijn eigen deel. Ja, maar dit geldt zeg maar voor ons groepje. In ons groepje zou dat eerlijk zijn omdat we zeg maar met z'n vieren zijn. Maar voor heel Nederland gaat dat natuurlijk nooit op. Oké, Adam, jij hebt weinig geld. Ja, ik heb niks. Helemaal niks. Wiens schuld is dat eigenlijk? Ja, ik vind eigenlijk dat het zijn eigen schuld is. Omdat ja, hij is een beetje verslaafd aan geld uitgeven voor behoeftes, om zo maar te zeggen. Nou, dat is zeker... Een klein deeltje is het mijn schuld, want ik heb natuurlijk die gaten in mijn handen. Maar en je had je telefoon laten vallen. Kijk, ik trok de kaart met de opa. En jij trok de kaart met de telefoon, ja. Het is ook deze maand gewoon een beetje slecht gelopen. Klopt. Kan ik alvast wat te drinken schenken? Alsjeblieft. Hij is wel aan het bestellen, hè? Hij heeft geen geld. Ja, maar ik heb wel honger. Oké. Okay. Heel veel honger. Wie gaat dat betalen dan? Misschien kunnen we een soort deal maken. Wat nou als we over... Kijk, op zich, je hebt gewoon honger, toch? Dus het maakt je niet zo heel veel uit wat je eet, toch? Neem je gewoon het goedkoopste. Dus als we nou... Ga je me een hele goedkope, ongezonde kroket door de maag schuiven? Of? Nou, ik heb eigenlijk best wel heel veel trek. Want ik heb niet ontbeten. Dus ik heb eigenlijk wel trek in een uitsmijter. Met twee eieren. Met kaas. Maar jij zou mij niet dat tientje willen geven? Op zich zou ik het je wel willen geven. Dan is het toch opgelost? Op zich? Ja. Maar? Weet je, ik vind, weet je waarom ik het zo moeilijk vind om het je aan je te geven? Nou. Omdat je er zo luchtig over doet. Van, en ook geen rekening ja, houdt met... Je betaalt het. Hij moet meer dankbaar zijn. Ja, je betaalt het. Tuurlijk ben ik je dankbaar, maar ik vind het gewoon raar. Ik bestel gewoon een gie, want anderen lossen wel op dat het betaald wordt. Maar uiteindelijk mag ik toch bepalen wat ik betaal. Ja, mag bepalen wat je met je geld doet. Ja, dus... Uiteindelijk heb ik het wel gegeven. En ik was ook wel blij, want hij was achteraf toch best dankbaar. Gelukkig. Wat zouden jullie eigenlijk nu willen doen in jullie onderzoek? Welke vragen hebben jullie dan nog? Wat zijn de belangrijkste vragen die jullie nu nog hebben? Nou, ik zou wel willen weten of het echt zo is... of armen nou extra geld willen aannemen van de rijken of niet. Ik zou ook wel willen weten hoe moeilijk het is voor de armere mensen om er hoger weer op te komen. Dat lijkt me ook best wel interessant. Okay. Mijn vraag is eigenlijk hoe we Nederland het best kunnen verdelen dat ieder gewoon een goed leven heeft, om het zo maar te zeggen. Hoe zouden jullie je drie vervolgvragen willen onderzoeken? Misschien het leger des heils of de voedselbank. Daar komen meestal wel mensen naartoe. Yeah.